het moment dat je coach bent van de dames en je kunt eind van het seizoen kampioen worden, wat betekent dat voor jou? Ja, ten eerste dat ik hartstikke trots ben op de dames natuurlijk. Dus wat dat betreft, ik hoop echt dat de dames vandaag kunnen laten zien. Ze moeten tegen de nummer 2. Dus ja, weet je, als we kampioen kunnen worden na zoveel tijd. Het is al tientallen jaren geleden dat we kampioen zijn geworden. Dus je kunt voorstellen wat dat betekent. Ik zie inmiddels de bank al aardig vol lopen. Is dat normaal hier in Montferland? Nou, zeker wat er nu al zit, zeg maar, is over het algemeen de vaste kern, ons vaste publiek. Langzamerhand zullen, denk ik, nog wat familieleden bijstromen. Maar we hopen zeker dat we dadelijk de hele boel vol hebben zitten. En dan hoop ik dat we een mooie wedstrijd voor kunnen schoten. Wat was, als we één moment dit seizoen eruit mogen halen, wat was voor jou de topper? Ik denk dat we gewoon heel veel leuke wedstrijden gespeeld hebben. En ja, ook heel veel leuke tegenstanders, sportieve tegenstanders. En dat we met z'n allen gewoon een heel leuk team zijn. En dat is gewoon heel belangrijk. Maakt het voor jou dan nog extra bijzonder dat je dan nu ook zegt op het kampioenschap, ik stop ermee? Of? Nou kijk, ik ben best wel beschikbaar om volgend jaar nog een keer een wedstrijdje mee te spelen. Maar om een hele competitie weer mee te gaan draaien, dat is gewoon te belastend. Ik bedoel, op een gegeven moment houdt het op.